zijn op een Olympische missie. Maar om Olympisch goud te veroveren, moeten ze vooral veel sterker worden. En sterker, dat doe je in het krachttraining. En de Mudas zijn altijd heel serieus aan het trainen. Dat is jouw fucking probleem, jongen. Mijn probleem is dat je niet kunt krachttrainen. We willen fucking goud. Ja, gast, ik kan wel krachttrainen. We willen goud. Nee, ja, dat was nog niet krachttrainen. Is niks goed. Hé, jongen, ik kan toch ook krachttrainen? Nee, een beetje gast. Als jij gaat backspatten bijvoorbeeld, hè? Nou, wat is nou hier? Je moet hier een bal hier naar buiten. Bij jou gaat dit. Naar binnen. Dan heb ik niet goed in de bal. Echt een keertje laatste met je komen, zeg. Serieus, ik ben heel klaar met dat goud. Gast, wat doe je? Wat doe ik? De Mudas zijn net klaar met krachttrainen. Ik heb ook samen met ze getraind. Maar blijkbaar hebben ze altijd nog energie over om ruzie te maken. Ik word er onderhand een beetje moe van. En ik denk dat er maar één manier is om dit op te lossen. Een battle. Een battle? Gewicht even. De battle. Hoeveel kilo ga je doen? 100. Persoonlijk het voor je. Ja? Ja. Ik ben dus niet gekomen om meteen 100 kilo te doen. Ik bouw rustig op. Ik begin met 70, 80 kilo. Ik bouw hem op, rustig. En dan 100 kilo appeltje-eitje. Oh. Ik doe eigenlijk, je moet eigenlijk de tweede keer zo meteen vastbinden. Het is met de twee schijfjes, zwarte schijfjes erop gegaan om hem te verhogen. Hij zit bijna op zijn persoonlijk record. Maar wat hij niet weet is dat ik stiekem twee extra schijfjes op doe. Hopelijk haalt hij dit dus ook niet en heb ik misschien gewonnen zo meteen. Tycho heeft net vals gespeeld en Vincent die heeft daarmee zijn eigen persoonlijk record, zonder dat hij het wist, verbroken. Tycho, jij, dit is jouw laatste kans. Wat ga je doen? Ik heb maar één kans, ik moet het goed doen. Ja. Als ik het niet goed doe, dan, ja, dan heb ik verloren. Ja, dat was hem dan weer. Een zinderende battle. En net een duidelijke winnaar. Namelijk Vincent Muda. Vincent, wat een roze. Vincent, je prijs. Dit hebben we aan jou gegeven. Ja, dat krijg ik nu weer. Jazeker. Vincent, gefeliciteerd. Nou, dat was weer een prachtige battle. En de Mudas zijn gelukkig weer vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Dit was hun doel, sterker worden. We gaan met ze richting Rio en laten we kijken of deze training daarbij geholpen heeft. Ik hoop jullie volgende keer weer terug te zien. Tot volgende keer.